Today, I just want to quickly dedicate children, and then next week, in the service of God, in de dienst aan God, obedience is the major thing. Is gehoorzaamheid het allerbelangrijkste? Obedience is the major thing. Gehoorzaamheid is het allerbelangrijkste. Every time you take a step of obedience, telkens wanneer u een stap van gehoorzaamheid neemt, God blesses you. Zal God u zegenen. Because omdat your blessing, uw zegen, is wrapped on obedience. Is verpakt in gehoorzaamheid. And you cannot obey God, en u kunt God niet gehoorzamen. And not live a holy life. En geen heilig leven leiden. It's not possible. Dat is onmogelijk. If you obey God, als u God gehoorzaamt, you will live a holy life. Dan zult u ook een heilig leven leiden. So obedience of God, dus gehoorzaamheid aan God, leads to holiness. Dat leidt naar heiligheid. That is doing what God says in His word. Dat is doen wat God zegt in zijn woord. Not what you think it should be. Niet wat u denkt dat het is. Not what people tell you it should be. Niet wat mensen u zeggen. But what God says it should be. Maar wat God zegt zoals het moet zijn. I want you to lift up your right hand and pray this prayer. Ik wil dat u uw rechterhand opheft in dit gebed. O Lord, lead me to men of God. Who receive your revelation and interpret them correctly so that they can impact my life and help my destiny to go forward. Do not allow me to go to men of God who will mislead me. Somebody shout hallelujah. Obedience is the key word in Christianity. Gehoorzaamheid is het sleutelwoord in het christendom. To the word of God. Aan het woord van God. Because if you obey God. Want wanneer u God gehoorzaamt. It shows your fear of God. Dat laat u vrezen des Heeren. It shows your love for God. Het laat zien dat u God lief hebt. It shows your heart for God. Het laat uw hart zien voor God. Every time you place yourself before God. Telkens wanneer u zichzelf voor God plaatst. You stay in darkness. Dan blijft u in de duisternis. But every time you put yourself. Maar telkens wanneer u zichzelf. Every time you put things before God. Dingen voor God zet. You stay in darkness. Dan blijft u in duisternis. Every time you put God before things. Maar telkens wanneer u God voor de dingen zet. Light reflects on what you're doing. Dan zal licht reflecteren op wat u doet. We have some families today. We hebben wat gezinnen vandaag. They are coming. En zij komen in obedience, in gehoorzaamheid, to obey God. Om God te gehoorzamen. I want to call the family of Junior Kaloka. Ik wilde het gezin van Junior Kaloka to naar stay on my left. Roepen. You can come now. U kunt aan mijn linkerkant gaan staan. We're going to do it very quickly. We doen het heel erg Please snel. Please clap for them. Klap voor hen. Somebody call Pastor Emmy. She asked me to call her when I'm doing this. Somebody, how are you doing? What's your name? Olivia. Olivia. Good. And this is Junior. I know you. And where is our sister, Marlene? And sister Marlene. Quickly. Quickly. Somebody help her. Laat iemand haar helpen. Come quickly, come quickly, come kom quickly. Kom snel. If some people came with them, you can come with them if you want Als to. Als iemand met hen mee is gekomen, u kunt ook naar voren komen. Did some people come with her? Is iemand met haar meegekomen? Somebody come with you? Yes. Please come and stay behind her. Kom maar naar voren en ga achter so haar staan. So that she wouldn't be alone. How are you? We know each other, don't we? Please stay behind the people you came for. Ga achter de mensen staan waar u voor gekomen bent. Amen. Amen. Wow, we don't want them to be alone, do we? Amen. 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 You came from Tilburg. We komen zelfs van Tilburg. Amen. Come and stand here with me. Came with them. Oh, you came with her too. Where's your wife? She's supposed to come. She told me she will come back. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. We are having a very important ceremony today. We hebben een heel belangrijke ceremonie vandaag. Amen. Amen. We're going to dedicate the sister Moray, please come. Take this child.
You Mr. take Marie. That one. Hand over the children, please. Please, if you go with me to Luke chapter 2. Ga met mij mee naar Lucas hoofdstuk 2. Luke chapter 2, quickly. Lucas hoofdstuk 2. Okay. And we're going to read from verse 25. En we lezen vanaf vers 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law, that's what you are doing today. You are bringing in the child to do according to the custom of the law. Dat is wat u doet vandaag. U brengt het kind binnen om te doen overeenkomstig de wet van de Heer. Then took he him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word, for my eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of the people, a light to lighten the Gentiles and the glory of the people Israel. Your children will be a light and there will be glory to this generation. Jullie kinderen zullen licht en een heerlijkheid zijn voor deze generatie. And Joseph, his mother, marveled at those things which were spoken of him. And Simeon blessed them and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with a husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And she, coming into the instant, gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that look for redemption in Jerusalem. And when they have performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city, Nazareth. Amen? Amen. And the child grew. The child is going to grow. Het kind zal groeien. These children will grow. En deze kinderen zullen groeien. The child junior, you will grow. En junior zal groeien. Strong in spirit. Geest, sterk in de geest. Filled wisdom. En gevuld met wijsheid. And the grace of God. En met de genade van God. We do not baptize little kids. Wij dopen geen kleine kinderen. We dedicate them. Wij dragen ze op. What we are doing today, wat wij vandaag doen, is the parents bringing what God has given to them and bringing the child to the altar. De ouders brengen wat God hen gegeven heeft en ze brengen het kind naar het and altaar. Handing the child over to God. En ze geven het kind over aan God. And God will bless that child. En God zal dat kind zegenen. And give the child back to them. En het kind weer aan hen teruggeven. So that they can go home and raise the child according to how God wants them to raise the child. Zodat ze naar huis kunnen gaan, het kind opvoeden zoals God dat Every wil. Child we get. Elk kind dat we krijgen is a gift from God. Het is een geschenk van God. We are taking care of the child for God. Wij zorgen voor het kind in de plaats van God. So when you have that child, dus wanneer u dat kind heeft, you bring the child to the church. Dan brengt u het kind naar de kerk. The priest will bless the child. En de priester zal het kind zegenen. And hand the child back over to you. En het kind weer aan u teruggeven. And then you go and raise that child. En dan gaat u dat kind opvoeden. According to the will of God. Volgens de wil van God. Not according to what you want. Niet zoals u dat wilt. But what God wants. Maar wat God het wil. So if the father say he can go to disco. Dus als het kind groter wordt en zegt ik ga naar de disco. And the mother says according to the word of God my child cannot go to disco. En de moeder zegt volgens het woord van God gaat dit kind niet naar de disco. And the father says I'm the head of the home. En dan zegt de vader ik ben het hoofd van het gezin. My child can go to disco. Het kind kan naar de disco gaan. In this case. In dit geval. The Bible wins. Wint de Bijbel. It has nothing to do with head this time. It has to do with who is saying the rightful thing. Het heeft in dit Somebody geval niet te maken shout hallelujah. Met het hoofd, maar
to raise the child according to the dictates of the word. U voedt het kind op volgens de richtlijnen van het woord. You encourage the child. En u bemoedigt het kind. In the things of God. In de dingen van God. You bring the child. U brengt het kind. To the house of God. Naar het huis van God. At home. Thuis. You teach the child the things of God. Onderwijst u het kind over you de dingen van God. You instruct the child according to the word of God. U instrueert het kind overeenkomstig het woord van That's God. That's the responsibility I'm going to put in your hands today. En dat is uw verantwoordelijkheid en het wordt in uw handen gelegd Are vandaag. You ready? Bent u daar klaar voor? Please come forward. Stap alsjeblieft naar voren. Are you ready to fulfill that responsibility? Ben je klaar om die verantwoordelijkheid to af te nemen? To raise Junior. Om Junior op te voeden. And this my beautiful daughter. En deze prachtige dochter. In the fear of the Lord. In de vrezen des Heren. Instructing these children in the word of God. En deze kinderen instrueren in de dingen van Bringing God. Bringing them to the service of God. Hen brengen naar de dienst aan God. Encouraging them in the call of God upon their lives. En hen bemoedigen in de roeping van God op hun and leven. And being a support to them in the things of God. En een ondersteuning voor hen zijn in de dingen van God. Do you agree to do that before this congregation and before God? Bent u het daarmee eens voor deze gemeente en voor God? What is your answer? Wat is uw antwoord? Ja. Yes, pastor. Ja, pastor. Before the congregation, please clap for them. And all these family members. En al deze familieleden. You are witnesses of this today. U bent getuigen hiervan. We are a village. Wij zijn een dorp. In a village. En in een dorp. One person cannot raise a child. Kan één persoon een kind niet opvoeden. This church is a village. Deze kerk is een village. We raise the children together. Wij voeden de kinderen samen If op. Your child is here, we cannot talk to your child. We send you away. Als uw kind hier is en we kunnen niet tot dat kind spreken, dan sturen wij u weg. Because we want to raise the children together. Want we willen dat die kinderen samen opgevoed worden. So these children Deze kinderen are your responsibilities. Zijn jullie verantwoordelijkheid. You are here today as witnesses. U bent hier vandaag als getuigen. You will encourage them u bemoedigt hen when they are weak. When they are weak. Wanneer ze zwak zijn. You will give them en u geeft hen when they need something. Wanneer zij iets nodig hebben. When they say they don't want to go to church. Wanneer ze zeggen dat ze niet naar de kerk willen they gaan. Run to your house. En dan gaat u naar hun huis. Because you are younger and hip. Want u bent jonger en hip. You will take them. En u zult hen nemen. And bring them to the church. En hen naar de kerk brengen. When they bring their boyfriend and girlfriend when they are not yet up to the age to your house. Wanneer ze een vriendje of een vriendinnetje meenemen naar uw huis terwijl ze daar nog niet de leeftijd voor hebben. Because mama and papa say no. Want papa en mama zeggen nee. And auntie says no. En de tante zegt nee. But you are young and hip. Maar jullie zijn jong en hip. You will tell them. Dan zeg je tegen hen. Not my house. Niet in mijn huis. I have the fear of the Lord. Ik heb de vrezen des Heren. Go away from my house. Ga weg van mijn huis. You will answer the questions of these children. Je zult de vragen van deze kinderen beantwoorden. When these two do not know what to do. Wanneer deze twee niet weten wat ze moeten doen. All of you will help them. Jullie allemaal zullen hen helpen. You will encourage them. Je bemoedigt hen. You will be there to support them. En u ondersteunt hen. So that they can raise these children with other children that will come together. Zodat ze deze kinderen kunnen opvoeden samen met kinderen die nog komen. Amen. Amen. That was a prophecy. Dat was een profetie. Amen. Now we go to our sister. Nu gaan we naar deze zuster. Marlene. Marlene. When you look at her. Wanneer u naar haar kijkt. There is no man standing by her. Er staat er geen man naast haar. But somebody will stand there. Maar iemand zal hier staan. Amen. Amen. The first time she came to this church. De eerste keer dat ze naar deze kerk toe kwam. She was already pregnant. Toen was ze al zwanger. Is that correct? Yes. She was already pregnant before she came to this church. Ze was al zwanger voor ze naar deze kerk toe kwam. And then she spoke to me. En toen sprak ze met mij. And she told me her story. En ze vertelde me haar verhaal. I told her you can stay. En toen zei ik je kunt blijven. We will support you. We zullen je ondersteunen. We will teach you. We zullen je onderwijzen. And make you strong. En maken je sterk. So that you cannot be weak anymore. Zodat je niet meer zwak zult zijn. Sometimes when women are weak. Soms als vrouwen zwak zijn. They become victims. Dan worden ze een slachtoffer. But she is now strong. Maar nu is ze sterk. She did not get pregnant in this church. Ze werd niet zwanger in deze kerk. So get it clear. Dus hoor dat goed. She was pregnant before she came. Ze was al zwanger voordat ze kwam. She will be strong. Ze is sterk nu. Today. Vandaag. We are putting the responsibility of these three kids in your hand.
Leggen we de verantwoordelijkheid voor deze drie kinderen in uw handen. It's not an easy thing. It's not easy. Het is niet gemakkelijk. But I see people behind you. Maar ik zie mensen achter je staan. Who will support you. Die je zullen ondersteunen. Who will stand with you. Die met je zullen staan. Who will speak to you. Die tot je zullen spreken. When you feel weak, you will go to them. Wanneer je zwak voelt, ga dan naar the hen. Past is over. Het verleden is voorbij. The future is important. En de toekomst How is belangrijk. You go after the future is very important. En hoe je in die toekomst gaat is belangrijk. You need to be strong. Wees sterk. You have been strong. Je bent sterk geweest. The Lord will strengthen you more. En de Heer zal je nog meer kracht geven. Do you promise? Belooft u? To raise these children. Om deze kinderen op te in voeden. The fear of the Lord. In de vrezen des Heeren. Under the guidance of God. Onder de leiderschap van God. To teach them from the word of God. Om hen te onderwijzen to het woord instruct van them God. From the word of God. Instrueren vanuit het And woord van God. And encourage them in the call of God upon their life. En hen bemoedigen in de roeping van God op hun leven. Do you promise? Belooft u dat? Yes, I promise. Somebody shout hallelujah. Therefore, daarom, before the congregation, voor de gemeenschap, and all these witnesses, en al deze getuigen, I therefore dedicate these children, daarvoor draag ik deze kinderen op, to the Lord, aan de Heer. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Please, I want you to stay in my front. Ik wil dat u hier voorin komt staan. All the children, they are alle dedicated. Kinderen let them stand. Die opgedragen stand, worden. Please stand and face me, face me, face me. Kom voor me staan. You also. You just stay there. You come too. It doesn't matter. She's taking double now. Double, double. Amen. 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 I dedicate. Ik draag these children deze kinderen op to Christian life, voor een christelijk leven. To the worship of God and to the service of their fellow men. Tot de aanbidding van God en het samenleven met anderen. I bless them with the presence of God. Ik zegen hen met de tegenwoordigheid van God. The hand of God will rest upon them from this day forward. De hand van God zal op hen rusten vanaf deze dag. Your presence shall be seen in them and through them. Zijn tegenwoordigheid zal gezien worden in hen. God's presence will be seen in them. De tegenwoordigheid van God zal in en door hen gezien worden. This one shall grow in the nurture and admonition of the Lord. Deze zullen opgroeien in de verzorging en de opvoeding van de Heer. They will walk in the light of your word, O God. En zullen wandelen in het licht van uw woord, O Heer. These will be preachers of righteousness. Zij zullen predikers worden van gerechtigheid. Carriers of good news. Dragers van goed nieuws. And blessings to their word. En zegeningen voor hun wereld. They will grow up in the anointing of the Lord. Ze zullen opgroeien in de zalving van de Heer. No sickness. Geen ziekte. Infirmity. Een zwakheid. No disease. Of kwaal. No death. Of dood. We come near them. Zal dichtbij hen komen. They will grow up in strength and ability. Ze zullen opgroeien in kracht en mogelijkheden. And they will be perfect in health. En ze zullen perfect in gezondheid zijn. The word of God is working in every part of their body. Het woord van God werkt in ieder deel van hun lichaam. I bless them with sound mind. En ik zegen hen met een gezond verstand. Good understanding. Met een goed begrip. And supernatural intellect. En een bovennatuurlijk intellect. Supernatural intellect. Een bovennatuurlijk intellect. They will know more than their teachers. Ze zullen meer weten dan hun onderwijzers. They will teach their teachers. Ze zullen hun onderwijzers onderwijzen. They will be excellent in their schools. Ze zullen uitmuntend zijn op school. They are abundantly supplied. Ze zijn They will not lack any good thing. Ze zullen geen gebrek They hebben aan goede dingen. Issue to their parents. Ze zullen geen They probleem zijn voor hun, to their hun ouders. Ze zullen een zegen zijn voor hun ouders. They will grow up distinguished and excellent. Ze zullen uitmuntend opgroeien. Somebody shout hallelujah. The holy angels shall watch over them. De heilige engelen zullen over hen waken. And keep them from every form of evil. En hen weghouden van alle vormen van kwaad. And protect them from the corrupting influences of the world. En hen beschermen tegen de invloed van de wereld. Wherever they go. Waar ze ook gaan. The angel of the Lord will go with them. De engel van de Heer zal met hen gaan. The hand of God will be upon them for the rest of their lives. De hand van God zal op hun leven zijn voor de rest no van hun leven. No evil eyes will see them. En geen boze ogen zullen hen zien. The favor of the Lord will be upon them. De gunst des Heren zal op hen zijn. And be upon their parents. En op hun ouders. Everywhere they go. Overal waar ze gaan. People will single them out to be blessed. Mensen zullen hen willen zegenen. Before they even call, people will come. Voordat ze They will not go through the same struggles like their parents. Their own life will be easy.
Hun eigen leven zal everywhere they go zijn. They will bless people. Overal waar ze heen gaan, what zullen it took their parents 10 years to do, they will take them 10 days. Amen. What it took their parents 10 hours to do, it will take them 1 hour. Amen. What it took their parents 1 hour to do, it will take them 1 minute. Amen. Their life will be distinguished from their age now. Amen. I bless the parents. En ik zegen de ouders. The goodness and the mercy of the Lord will come upon you. De goedheid en de genade van de Heer. You will not struggle to take care of your children. Je zal geen problemen hebben. God's provision will be abundant in your home. Amen. You will not lack any job at any time. Amen. Ideas will not lack. There will be no fight in your home. There will be unity of heart to raise these children. Amen. Let peace come into your heart. Amen. I bless you, young lady, that the supernatural help of God will come upon you. Amen. That the supernatural power of God will come upon you. Amen. I bless you in the name of Jesus. Amen. God bless you. Thank you for coming. God bless you. That was it. Thank you. Now, if there are witnesses, if you have any testimony, there is one testimony, one special testimony I had about Junior. Er is nog één getuigenis dat ik gehoord heb over Junior. Where is the mother of Junior? Waar is de moeder van Junior? Come here. Come here. Give her a microphone. En geef haar een microfoon. She sent me one very, very, very weird testimony. Ze heeft me een heel vreemd getuigenis gegeven. Can you give us that testimony in 2 minutes? Yes? I trust you. You are a very strong lady. Amen. Somebody clap for her. Please, listen to this very, very weird testimony. Luister naar dit hele vreemde getuigenis. How people can take the word of their pastor. Hoe mensen het woord van hun pastor kunnen nemen. And use it to do miracles. En het gebruiken om wonderen te doen. Tell them. Goedemorgen, broeders en zusters. Toen Junior ongeveer 2 maanden oud was, toen ging hij zeg maar een dagje bij Sister Mary. Gewoon een dagje met haar zeg maar zo oppassen. En haar dochter Adonai, die was zeg maar, de juffrouw van Adonai was op bezoek. En die vertelde dus aan Sister Mary, ze kon niet zwanger worden en ze probeerde kinderen te krijgen, maar dat lukte niet. En ze was op zoek naar een huis. En toen zag ze Junior, dat vond ze echt leuk. Ze vroeg van, mag ik hem even vasthouden? Dus Junior zat op haar schoot. En hij moest heel vaak spugen, echt een paar keer. Dus Sister Mary zei van, ja, in ons Afrikaans gezegd is dat zeg maar, je zal veel kinderen krijgen. Dus ja, normaal gesproken zou ze gewoon een half uurtje blijven, gewoon korte tijd. Maar ja, ze vond het zo fijn in het huis en ze bleef echt wel een halve middag. Dus... Even kijken, nou een poosje geleden, even kijken, ik weet niet precies wanneer dit was, een maandje terug ongeveer, vertelde ze aan Sister Mary van ja, ik ben zwanger. Halleluja! En ze vertelde ook zo van ja, ik heb onthouden wat je tegen me had verteld, van dat Junior op mijn schoot zat en dat hij had overgegeven een paar keer. En ze heeft een huis gekregen. Please. Wait. You didn't tell all. Otherwise, I'll read your mail. Tell the details. The woman is a teacher, right? Yes. De vrouw is een onderwijzer. How long has she been married? Hoe lang was ze getrouwd? Because it looks as if anybody carries Junior will get pregnant. Is that not so? So stay away from Junior. Blijf weg van Junior. Amen. It looks like that. How long has the woman been married? Hoe lang was de vrouw getrouwd? How long? Hoe lang? 9 years. 9 jaar. And no child. En geen kind. And she has already given up about having a child. Ze had het al opgegeven dat ze een kind zou krijgen. Already. But here she is. Maar hier is ze. Carrying this little child. Ze draagt dit kleine kind. With love. Met liefde. And this child. En dit kind. Messed up her clothes. Heeft haar kleren. You didn't mention that part. Vies gemaakt. Completely. Helemaal. How many times? Hoeveel keer? 4, 5 keer. Good.
So it's not like one incident. Dus niet some people een after ongelukje. The first incident they will say, hey, take your child, I'm not. Anderen zouden zeggen van hier heb je but je kind. 2, 3, 4. Maar 4, and 5 she keer. Kept on holding that child. En ze bleef dat kind vasthouden. Out of love. Uit liefde. I mean, God's heart must have been broken in heaven. En ik denk dat Gods hart gebroken werd in de I know hemel. The angels will say, if this woman can do this, God bless her with her own. En de engelen zeiden, als deze vrouw dit kan doen, God no zegen haar matter met haar what eigen the situation kind. Is, bless her. Wat de situatie ook is, zegen haar. 3 months later. 3 maanden later. She's pregnant. Ze is zwanger. Amen. Amen. The woman was in an anointed house. De vrouw was in een gezalfd huis. With members of Winners Church International. Met leden van Winners Church International. Carrying the anointing of the house. En ze dragen de zalving and van the child huis. That was born in this house. En het kind dat in dit huis geboren had was. Contact with somebody. Had contact met iemand. And God's heart was moved. En Gods hart werd bewogen. Your actions will move God. Uw daden die bewegen God, die brengen God in beweging. When I heard that testimony, I said, "Wow." Toen ik dat getuigenis hoorde, zei ik, "Wow." We are touching people even outside the church. We raken ook mensen buiten de kerk aan. Where's sister Marlene? She wants to sing. Sister Marlene? Please call her. Ze wil she graag wants zingen. To testify through song. Oh, ze wil ook graag een getuigenis geven. Please clap her. Amen. Amen. Are you people going to back her up? I'm not going to sing, you are going to sing. She's going to sing in her language. Ze gaat zingen in haar eigen taal. Correct or English? Okay, let's go quickly. After the service, please hang around. They have some entertainments. We will all move to the children's department. Je kunt allemaal naar de kinderafdeling gaan. Not this one, the other one. Niet de eerste, maar de tweede. So that you can hang around and just get entertained. Zodat amen. Je daar wat kunt blijven en genieten. Halleluja. Uhora ho namanangaza chane nivyaremwe nibiganza vyawe. Inyenyeri nuguhinda kwinkuba zerekana ububasha bwawe mami mana Ra yam firiye ngongwe kwizya mami mana mami mana
Kosa Nanani Munduzi We Azonjana Murugo Kwadata Sofukama Mimbazi Mana Yanje Vuzi Mundu Nimanuri Mami mana ndakuririmbira Uri nguru Uri nguru Mami mana ndakuririmbira Uri nguru Uri Amen. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen. 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 Were you blessed? Amen. Were you blessed? Amen. God understands all languages. Amen. 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 Major in your strength. When you kracht. Major in your strength, you will shine. Amen. Amen. Major in your strength. Tell your neighbor, major in your strength. And learn how to overcome your weaknesses. When you look only on your weaknesses, you will be weak. But when you look at your strength, you will be strong. And you will be able to overcome your weaknesses. Therefore, from today, approach life. With faith. With faith. Somebody shout hallelujah.